Het afgelopen jaar viel er heel wat te beleven en te ontdekken in de wereld van jongeren. Zo was het brouwen van een eigen bier dit jaar hot onder de jongeren. Of er een verband is met het comazuipen weten we niet, maar ook in 2014 gingen jongeren nog vaak los op alcohol. De jeugd had dan ook zorgen. Wat zal hun toekomst brengen in deze economisch barre tijden? Studenten gingen dit jaar gretig op zoek naar een job met zekerheid. Brecht en Hanna van Roadies hielpen hen hier een handje mee. Van augustus tot juli testen ze elke week een andere job en hebben ze 40 jobs op hun curriculum vitae staan. Maar de jeugd blijft ook dromen. Dromen van en vechten voor een duurzame toekomst in hun hoofdstad. Het Brusselse Jongerenparlement voor het Leefmilieu zette zich hier als een blok achter. Ook heel wat steden en gemeenten willen hun jongeren verwennen en verdienden het label van kindvriendelijke gemeente of stad. Het federaal parlement trok ook dit jaar weer de aandacht van jongeren. De euthanasiewet voor minderjarigen werd goedgekeurd. En dit zorgde voor opschudding. Ook het studentenleven werd opgeschrikt. Studenten zien vanaf 2015 hun inschrijvingsgeld fors stijgen. De jeugd sloeg dan ook aan het betogen. Maar 2014 was ook een feestjaar. Zo mocht Kunstbende 15 kaarsjes uitblazen en dat werd gevierd door heel wat jong creatief geweld. Gelukkig viel de stroom toen nog niet uit.